En de 12 punten gaan naar... Dat is misschien wel de spannendste zin die de hele avond van het Songfestival uitgesproken wordt. En voor je als artiest natuurlijk net zo goed. Want hoe kan je ervoor zorgen dat je alle moeite die je hebt gedaan, al die maanden, kunt omzetten in een klinkende winst? Je moet wel realiseren, vind ik, dat je je land vertegenwoordigt. Om daarachter te komen gaan we op zoek naar die mysterieuze geheime identiteit van die bookmakers. Want wie zijn dat nou toch? Maar ik weet wel hoe ik ze moet verslaan. Weten we of Nicky de Jager als presentator wel of niet mag stemmen? Ik ben het braafste meisje van de klas dit jaar. En hoor je wat de grote nachtmerrie van alle oud-deelnemers is? Nervous. En of het Duncan Lawrence ondanks alle drukte van buitenaf toch is gelukt om zich aan zijn Music First filosofie te houden. Het enige wat ik nog hetzelfde heb zijn vrienden en familie. En daarom heb ik vandaag iemand voor je uitgenodigd die daar alles vanaf weet. Want hij heeft in de vakjury gezeten en dus ook namens Nederland de punten uitgedeeld. En hij is hier in mijn woonkamertje op de Euromast. Henk-Jan Smits. Henk-Jan! Jeroen! Wat fijn dat je er bent. Vind ik echt heel gaaf. Jij jureerde voor het Songfestival in 2019. Ja. Je hebt natuurlijk ervaring als jurylid. Of dat vergelijkbaar is met Idols? For me. We stemmen niet goed dan. Uitspraak, uitstraling. Bij jou zit het er niet in. Hoe moet ik me voorstellen dat het jureren voor het Songfestival gaat? Zitten jullie dan ook met z'n allen zo aan een tafel? Nee, helemaal niet zelfs. Het is een heel... Avrotros had een heel gezellig kamertje gemaakt. En dan een heel groot scherm. Met daaronder een vlag. Team Duncan. Hashtag Team Duncan. Waar we overigens niet op mochten stemmen natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn. En daar keken wij de woensdagavond en de vrijdagavond. Je jureert uitsluitend de dress rehearsal van de avond dat je eigen land meedoet. Mm-hmm. Dus Duncan zat op donderdagavond. En de dress rehearsal is woensdagavond. Ja. En wij jureerden dus de woensdagavond. En je mag niet overleggen. En nee, is dat zo? Zit je met een koptelefoon op of zo? Nee. Je zit gewoon geconcentreerd naar die buis te kijken en notities te maken. En dit is gewoon je eigen oordeel. En natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat je blikken uitwisselt. Dat je het ziet en dat je denkt... Je luistert natuurlijk op allerlei niveau naar dingen. Is het radiowaardig? Is het de act leuk? Geloof ik de artiest? Kan die überhaupt zingen? Het zijn allemaal dingen waar je naar luistert en waar je toch elkaar enigszins beïnvloed, hoewel er duidelijk is dat je elkaar niet mag beïnvloeden. Dat staat in de reglementen zelfs. Even heel technisch voor de duidelijkheid. Hoe is dat verdeeld zeg maar, in de totale puntentelling in de halve finale en de finale vakjury, publieksjury? De vakjury door heel Europa telt voor 50% mee. Al die punten worden op een hoop gegooid. Juist. Ja. En de publieksjury is de andere 50%. Daarom moesten we ook tot 12 uur beschikbaar zijn, want het is eerder afgelopen. En dan wordt alle punten opgeteld die je hebt gegeven. En dan kan het best zijn dat je als land twee eerste plekken hebt. Dan zouden ze weer teruggaan naar ons en zeggen, jongens, die en die hebben jullie allebei op de eerste plek. We mogen één eerste plek hebben. Die krijgt 12 punten van ons. Wie wordt dat? Hoe ben je jurylid geworden? Hoe kom je daarbij? Het is zo geheimzinnig wie er in de jury zit. Mocht er iemand al vertellen per ongeluk, ik zit in de jury dit jaar, dan wordt hij meteen geroyeerd en komt er een reservejurylid. Ik had de edele taak reservejurylid te zijn. Maar wel met de toezegging, mocht het goed gaan, dus niemand praat zijn mond voorbij, dan zit je in 2019 in de vakjury. Want op het moment dat bekend zou zijn en je zou hier in Rotterdam over straat gaan en je komt toevallig een artiest tegen, die zou je kunnen omkopen. De belangen zijn groot. Ja, nee, zeker. Ja, we hebben natuurlijk ons exquise panel van allerlei oud-deelnemers en winnaars samengesteld die hun ervaringen delen als het gaat over het Songfestival. En dit keer het meest zenuwslopende moment. Dat moment dat die punten binnendruppelen en je dus hoort hoe jouw nummer het gedaan heeft. Hoe hebben zij dat moment ervaren? How you doing? How you doing? Hello, you good guy in the factor. Hi, Jeroen. To wait for the results, it was quite stressful. nervous. It's not such a nerve-wracking time, actually, because you feel like, well, you know, I already did it. The hardest bit is done. I was probably the only one who was only thinking about the thing that do I have the time enough to put on the wings, because when it seemed that we're going to win,
we did not. I knew that I won't go through the final, honestly. Oh my God, it felt like days and kind of cold. I can't watch the voting because I've been through that three times. You know, it's full of emotions. I'm crying, I'm laughing. It creates too much problems with my heart when I'm looking at it. It's almost like I'm back there, you know, and I'm in the middle of it again. Nou, ik geloof die Katrina voor geen meter. Dan vind ik, moet je niet aan zo'n wedstrijd meedoen. Je moet wel realiseren, vind ik, dat je je land vertegenwoordigt en dus wil je winnen. Er zijn ook artiesten die denken, het is een mooi podium. Ik kan mezelf en mijn muziek voor 200 miljoen mensen presenteren. Ja, dat heb ik ook wel eens gezien. Dat ik weet niet eens meer wie het was. Die werd op Schiphol opgehaald. Na een, ik wil niet zeggen blamage, maar niet zo'n hoge score. Minder succesvol, bij het Songfestival. Ja. En die zei, ach, ik heb lekker gezongen. Je bent gewoon voor je land uitgekomen. Je moet gewoon, je hoeft je ogen niet uit de kop te schamen, maar je moet wel balen dat je niet verder bent gekomen. Ach, ik heb lekker gezongen. Daar gaat het niet om. Doe dat lekker in buurthuis. Ja, maar daar kijken geen 200 miljoen mensen naar, Henk-Jan. Nee, maar ik vind het Songfestival te belangrijk dan toch om te zeggen, ach, het is een leuk podium voor 200.000 mensen en dat speel ik me lekker in de kaart. Vervolgens, en dat is ook het moeilijke voor zo'n artiest, daarom moet je ook wel stevig in je schoenen staan. Je moet ook nog authentiek blijven. Je moet ook nog wel heel erg de artiest blijven. Soms zaten wij binnen de Nederlandse jury al heel ver uit elkaar, omdat je op andere dingen let. Maar stel nou dat iemand niet een hele briljante zanger is, maar ja, wel ontzettend leuke act heeft. Een hele fijne, positieve uitstraling. En een goed verhaal. En een goed verhaal. Want dat is ook nog belangrijk. Zeker. Als jij een enorm tranentrekkend of tot de verbeelding sprekend verhaal hebt, maar stel dat je dan ook nog eens niet oké zingt, dan denk ik dat het verhaal zelfs belangrijker is dan de performance. Van oudsher werd ook de componist en tekstdichter op het podium bijna gehezen. Er werd altijd gezegd, nou, de winnaar is. En dan werd componist en tekstdichter er ook bij genoemd. Ja. Nu is het van, oh ja, dat liedje is geschreven door, maakt er echt helemaal niet zoveel uit door wie het liedje geschreven is. De winnaar is de artiest. Al die zenuwen, echt, je Deo heeft het al 10 keer begeven. Iedereen natuurlijk helemaal in de vlek, nou ja, behalve Katrina dan. Maar hoe was dat voor onze Duncan, dat moment dat hij daar zat in Israël en dat hij punten binnendruppelde? Was hij ook helemaal in de stress of bleef hij juist heel cool? Of... Hey Jeroen! Het wachten op de stemmen is echt ellendig lang. Dat is zo lang. Ik kan je vertellen dat daar op die bank zitten en thuis op de bank zitten, dat verschil is echt zo intens. Ik heb dus het ding dat ik, als ik naar andere artiesten kijk en ik ben echt betrokken bij iemand en die krijgt op dat moment een uitslag, dan kan ik thuis me zenuwachtig voelen voor diegene. Maar wat ik hier voelde was echt gewoon dat keer 10.000. Het was alles door elkaar en op een gegeven moment zaten wij ook echt met z'n allen, kom op. Gewoon, geef het gewoon, geef die punten gewoon, dan zijn we er vanaf, weet je wel. Ik denk dat we een heel leuk jaar hadden, dat er heel veel toffe kandidaten waren en dat we gewoon het ook heel erg naar ons zin hadden in die green room. Op een gegeven moment was Spanje bijvoorbeeld, kregen we dat filmpje. Of die waren aan het optreden, toen deden we al een hele Polonaise, lekker op zijn Hollands. En dan daarna gingen we gewoon elke keer als dat liedje kwam, gingen we weer in de Polonaise. En je moet het ook jezelf gewoon leuk maken daar backstage. Ja, wijze woorden van onze Duncan. Ja, je moet het leuk maken, maar ondertussen zegt hij wel dat het nerve-wracking nee, is. Dus... Maar waarom moet het ook zo lang duren? Waarschijnlijk is het gewoon een kwestie van een druk op een knop en het komt er allemaal uit. Wij moesten dus wachten, omdat de notaris van de EBU moet dan kijken of het allemaal klopt. Nou, dus wij zaten daar en op een gegeven moment ben ik toch maar eens de gang opgegaan, want wij moesten in die kamer blijven. Toen was het inmiddels 00:30. Huh? En toen liep er iemand door de gang en zei, huh? Zijn jullie er nog? Maar ze vergeten jullie. Ze waren vergeten ons te zeggen, jongens, het is in orde. Op woensdag kwamen ze gewoon binnen, jongens, het is in orde, jullie kunnen naar huis. Maar op vrijdag werd dat gewoon vergeten. Waarom moet het zo lang duren? Omdat al die landen hun punten moeten geven en dan daarna gecontroleerd worden. Televoting. Maar het trauma is universeel bijna. Ja, natuurlijk. Behalve dan met Katrina. Dan Nikki de Jager. Zij is er elke week bij. Daar ben ik super blij om. Omdat ze natuurlijk een van de allergrootste Songfestival fans is die ik ken. De vraag is natuurlijk, omdat ze dit jaar als presentator aan het werk is, mag ze dan ook stemmen? Nee, dat mag niet. Als ik het ergens op een wc doe en niemand ziet het, of het dan ook niet mag. Maar voor zover ik weet, mag het niet. Dus ik brand me daar ook niet aan. Ik ben het braafste meisje van de klas dit jaar. Dus ik ga niet stemmen. Nee.
toen Duncan won, zat ik thuis op de bank. Toen kwam dat moment met Zweden. En toen dacht ik nog, oh, Zweden gaat winnen. En toen zagen we de punten. En we zagen Zweden's hoofd. En hij had gewonnen. En het eerste wat ik dacht was, holy shit, we hebben dit gewoon gedaan als land. En ik dacht, ik weet niet op welke manier, al moet ik koffie rond gaan brengen, al moet ik nagels veilen, al moet ik voeten masseren. Ik moet betrokken zijn bij Eurovision in Nederland. Wat is het verschil? Ik bedoel, als fan snap ik waar je op let en dat je gewoon vanuit een onderbuikgevoel schiet je gewoon die punten. Nou, dat vind ik de gaafste. Als jurylid ben je genuanceerder, denk ik, daarin. Ja, want je krijgt ook echt wel de opdracht dat je moet letten op de song, op de zang, op de act en op de general impression. Misschien ook radio, draaibaarheid of zo? Daar ben ik wel op gaan letten. Dat wordt niet opgedragen, maar dat is wel, vind ik, vrij logisch om daarop te letten. Bestaat er binnen zeg maar het juryschap van Songfestival ook zoiets als strategisch stemmen? Dat je weet, het publiek vindt dit helemaal fantastisch, dus laat ik die andere act steunen, want misschien dat die het zwaar gaat krijgen. Wij hadden in ons radioprogramma op Radio 5 Duncan vlak voordat hij naar Tel Aviv ging te gast. En toen zei hij dat hij heel erg vreesde voor Italië. Ja, dan kijk je toch anders naar Italië en ben je toch wat kritischer. Want jij hebt Italië minder punten gegeven. Maar vanzelfsprekend. Zonder dat Duncan wist dat jij in de jury zat. Dat wist Duncan niet. Nee. Maar dat maakt voor Duncan eigenlijk niks uit. Ja, behalve dan, als hij had gezegd ik ben bang voor Zweden, had ik daar misschien kritischer naar gekeken. Ja. Dan de bookmakers. Want als het gaat over het winnen en over vooral ook het voorspellen van wie er gaat winnen, dan kom je altijd weer uit bij de bookmakers. Maar wie zijn in hemelsnaam die bookmakers en waarom weten zij er zoveel vanaf? Wij gingen op bezoek bij Joey Singles. Hij weet alles over bookmakers en over online gokken. Hoe het gaat bij de bookmakers? De bookmakers. Bookmakers. Bookmaker. Ik ben geen bookmaker, maar ik weet wel hoe ik ze moet verslaan. Ik ben Joey Singles, ik ben eigenaar van DailyOdds.com. Wij geven echt puur adviezen aan mensen die willen inzetten en denken van ja, waar moet ik nu op inzetten? Dus hoe meer mensen hun voorspellingen doen bij ons, hoe beter beeld wij ook hebben van nou, zou die bookmaker ernaast zitten of niet? Het Songfestival is nog ineens begonnen of de winnaar lijkt al bekend. Maar dat komt doordat de mensen thuis op de bank al het nieuws volgen, het Songfestival volgen. Die vinden Duncan favoriet, die gaan erop inzetten. Dat is een soort stem eigenlijk die ze al uitbrengen van tevoren. En zo bepaalt eigenlijk de mensen thuis de favoriet en niet de boekmaker. Dus als jouw favoriete inzending al heel vroeg heel laag in de peilingen staat, dan zegt dat nog niets. Toch is deze voorspelling wel ergens op gebaseerd. De geschiedenis pakken ze erbij. Welke landen stemmen altijd op welke landen, halen dus eigenlijk altijd een bepaald minimum aantal punten. Daar maken ze een schatting van. En dan naarmate de mensen gaan inzetten, gaan ze die prijs veranderen. De mensen die het volgen, die bepalen eigenlijk voor hunzelf en dus ook voor de bookmakers wie de favoriet in hun ogen is. Dus, als je hoort, Nederland is favoriet volgens de bookmakers, maar eigenlijk is Nederland favoriet volgens de volgers, want die hebben allemaal ingezet op Nederland. In hoeverre is het dan zo, Henk-Jan, dat op het moment dat een land dat jij misschien zelf nog niet zo op de radar had als winnaar, maar het wel heel goed doet bij de bookmakers, dat je dan als jurylid denkt, oh, moet ik toch eens in de gaten houden. Andere meningen vind ik totaal niet boeiend op het moment dat ik ergens in een jury zit. Of een geslepen publiciteitscampagne van een inzending die heel slim. Probeer ik niet door beïnvloed te raken. En dan kom ik terug naar dat filmpje van Idols. De juryleden zelf gaven allemaal zelf een oordeel. En dan probeer je bij elkaar te komen. Maar in eerste instantie ga ik mij niet mijn mening herzien of aanpassen aan een mening van een ander. Dan kan je er met niemand over praten. Want heerlijk, om je helemaal af te sluiten. Daarom is dit ook zo'n mooie tijd. Ik zit al een jaar in een cocon en kan helemaal mijn eigen mening vormen over alles. Ja, 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 niemand ja. Vraagt me er ook naar, want ik zit in die cocon. Heerlijk. Wat mij super lastig lijkt, is om als je meedoet met het Songfestival en die finale komt steeds meer in zicht, hoe je dan zorgt dat je je hoofd niet gek laat maken door al die voorspellingen en al die mensen die iets vinden van je. Ik ben heel benieuwd hoe Duncan dat gedaan heeft. Ik denk dat er bij mij altijd een combinatie is geweest dat ik echt wel daarheen wilde gaan om te winnen. Anders dan ga je daar ook niet heen. Je hebt toch altijd zoiets van,
ja, ik wil ook mezelf heel erg laten zien. Maar je realiseert je natuurlijk ook op het moment dat je het zou winnen, dat die exposure nog groter zou zijn. Ik hield natuurlijk in die tijd heel erg de pols in de gaten. En bijvoorbeeld als je dan een optreden bij Radio 2 deed, dan zitten die fans, die zitten daar bovenop. De Eurovision fans, die kijken naar alles wat je doet. En zo zagen we dat we wel stapje voor stapje gewoon steeds hoger in die pols kwamen. En dat, ja, dat werd een tactiek, een soort van ding wat ik, waar ik echt wel mee bezig was. Het lijkt me zenuwslopend. Het is zenuwslopend, maar ook wel stimulerend van oké, nou zal ik mijn best gaan doen zodat wij Nederland winnen. Ik kan me dat wel voorstellen dat je daar als artiest... Dat hij dat nodig had als een soort extra brandstof. Ja, dat als het even, als je te kwaad krijgt en je krijgt aan te horen, maar de bookmakers zijn heel enthousiast. Je staat op nummer 3 of 2 of zelfs 1, dat heel stimulerend kan werken. Even een hele algemene vraag. In de afgelopen jaren, als je gekeken hebt, wie zou jij veel meer punten hebben willen laten scoren dan uiteindelijk gebeurd is? Ik vind dat Bird Anouk had moeten winnen. Dat had echt moeten winnen. Het is voor mij ook de oerknal geweest eigenlijk voor het succes van nu. Als je naar de afgelopen jaren na Dingedong kijkt, dan hebben we heel erg ons best gedaan om het typische songfestival liedje te sturen. En te vergeten te kijken naar de ontwikkeling van het songfestival dat het heeft doorgemaakt. En dan denk ik, ja, wat is het songfestival? Het is heel veel graphics, heel veel gebruik maken van licht en podium. En dat deed Anouk. Die was in één keer in dat grote feest van glitter, glamour, veren en dansen en feest. In één keer zo'n ingetogen liedje wat ze heel puur bracht. En dan vind ik ook, dan moet je die waardering krijgen. Ze bracht het fantastisch. Het liedje blijft goud wat mij betreft. Zeker. Ja, die had moeten winnen. Die had echt moeten winnen. Dan is er toch nog iets grappigs aan de hand. Want als het aan jouw collega's, de vakjury, had gelegen, dan had Duncan niet gewonnen. Wat goed hè, dat het televoting is. Kijkt een jury dan anders naar een act dan het publiek? Ja, natuurlijk. De kijkers, die kijken gewoon naar wat vind ik sympathie. Leuk. Kijk, toen Zweden en Nederland daar zaten, nou, toen had ik wel het indruk dat Nederland zou winnen. Want het wachten was op de televoting. Ja. En ik denk dat Duncan het ook heel erg gewonnen heeft op zijn ongelooflijk sympathieke uitstraling. Een lieve jongen, ja, die Zweed was nou niet de meest sympathieke gozer. Ja, en dan is het grote moment daar. Je staat op het podium of misschien bijna op het podium. Dus wat kan je dan nog doen om die stemmen binnen te slepen? Wij vroegen het ons panel van oud-deelnemers. So how you get people to vote for you? You gotta walk the walk, you gotta talk the talk, you gotta go around, you gotta do that promotion in other countries. I have also always thought that the best way to reach for people's hearts and souls is to sing from the heart and from the soul and to deliver a very important message. Be sincere. I know that it's my story from my homeland, from my grandma. If the people feel that I'm not telling the truth, they didn't vote for me. An amazing song, an amazing performance, and you're being you. I don't think you can do much more. Focus on your performance and do your best over there. You can't make someone love you. You can just like do your best and be open, be yourself. One very important thing of being an artist is that beside that you are on the stage, you need to be able to talk with people and to inspire them. The only thing that helps getting votes from people is the song and your performance on the broadcast. Nothing else matters. You have to be engaging and very polite and reciprocative, and don't have too many bum notes, not too many when you sing it live. Pidgin again, lock and nicotine to other countries. Because it's very important to keep the love going for the other countries. Then they'll vote for you. Je hebt natuurlijk heel veel met artiesten gewerkt. Stel dat er een artiest die onder jouw vleugels zit, naar het Songfestival zou gaan. Wat zou je zeggen? Wat een van de dames zegt, als mensen je niet mogen, kun je nog zo je best doen, maar dan mogen ze je niet. Maar doe wel je best om te laten zien waar je voor staat. Ga niet mee in het grote circus, want het is een circus. Ik ben 1 keer mee geweest met Maxine en Franklin Brown naar Oslo. Maar het is een groot circus waar je in terechtkomt. En
Het is heel verleidelijk om van kroeg naar kroeg, van feest naar feest en je liedje nog een keer doen, want oh, dan vindt iedereen ons leuk. Ja, in Oslo of in Tel Aviv of maar nu vandaag. Maar jij zegt blijf lekker op je hotelkamer of ga pakken een saunaatje. Laat wel weten wie je bent. Zorg wel dat alle landen over je kunnen praten. Dus ga niet helemaal in die cocon, maar ga ook niet mee in het hele circus. Waar ik nog heel nieuwsgierig naar ben, is waarom het in godsnaam zo lang geduurd heeft voor Nederland weer eens een keer het Songfestival won. Dat heeft zo lang geduurd omdat we heel lang het typische Songfestival liedje hebben gestuurd. Alleen het Songfestival zelf ging verder. Ik denk dat er heel veel landen het echt heel belangrijk vinden dat het precies zo overkomt als dat het moet overkomen. Dus echt al in een vroeg stadium een enorme act in elkaar draaien. Common Linnets, dat vond ik voor het eerst dat Nederland ook liet zien dat het hele gebruik van het licht en het podium en de graphics, dat zo belangrijk is. En dan zie je, oké, ze wonnen niet, maar werden wel nummer 2. Het scheelde niet veel. Het scheelde niet veel. Nee. En dan zie je wel opeens, oké, nu begrijpt Nederland dat het om meer gaat dan het sturen van een goede artiest met een leuk liedje. En Duncan die flikte het gewoon. Na 44 jaar wint Nederland het Songfestival. Ik ben ook wel heel nieuwsgierig wat het voor hem heeft gedaan na het Songfestival. In hoeverre heeft het zijn leven veranderd? 93 points, dat betekent dat het. Het enige wat ik nog hetzelfde heb zijn vrienden en familie. Maar voor de rest is mijn werk is totaal anders, mijn leven is totaal anders. Voor mij was het echt het begin van de artiest die ik wil zijn. En ik ben super blij dat ik die kans heb gekregen en dat ik dit heb mogen doen. En dat we vanaf nu gewoon echt kunnen gaan laten zien, hey, dit ben ik, hier ben ik maak muziek en dit zijn mijn songs en vind je het leuk, dan kom met me mee en anders dan is het ook oké. En het zal voor altijd het begin zijn van mijn carrière als performer en als Duncan Lawrence met Arcade en daar ben ik trots op. God jongens, wat doet hij dat goed, hè? Ja, en 2 jaar later gewoon in de Billboard Hot 100 staan met hetzelfde nummer. Ik bedoel is maar, fantastisch. Waar gaat het Songfestival naartoe? Want we zitten nu als Nederland, en ik vind sowieso als Songfestival op een heel mooi punt. Want het is een hele mooie mix van de geëikte nummers, maar ook hele leuke, gewaagde dingen. En maar wel echt allemaal heel muzikaal. Ik denk dat het een steeds serieuzer een muziekfestival gaat worden, waarin muziek niet kan bestaan zonder de act. Dus een totaal pakket waarin het liedje belangrijk is, de artiest en wat we zien. Maar dat het niet meer het typisch nichtenfestijn is waar alleen maar veren en glitters. En, nee, het wordt gewoon een familieavond waar families naar zitten te kijken. Eigenlijk zoals het vroeger met orkest ook was. En dat het gewoon meer bekeken wordt dan welke sportwedstrijd of welke Olympische Spelen dan ook. Nou, kort samengevat, daar is die weer. Blijf jezelf, of in ieder geval zo dicht mogelijk bij jezelf. Zorg dat je zichtbaar bent, maar dat je niet helemaal opgaat in het feestgedruis. Dus wel af en toe je neus laten zien, maar ook af en toe gewoon lekker een saunaatje pakken, bij wijze van spreken. En vooral zorg dat je er staat en dat je gelooft in wat je doet, omdat dat vaak in die kleine finesse zit waarmee je het publiek kan pakken en die winst kan pakken. Henk Jan, heel erg bedankt. Ik vond het super tof dat je er was. Er is toch uiteindelijk niks leukers dan over het Songfestival te kletsen. Nou ja. Misschien moet je aan Duncan vragen. Misschien het meedoen nog wel veel leuker voor sommigen. Heel leuk dat je er was. Dank je wel. Dit was de laatste aflevering van Bureau Eurovisie. En hopelijk hebben we met al ons grondige onderzoekswerk een nieuwe kandidaat namens Nederland naar de overwinning kunnen slepen. Of in ieder geval kunnen inspireren. Want ik blijf erbij. Als je een nummer hebt waarvan je denkt, dat is te gek en dat moet iedereen horen, stuur het gewoon in. Doe het gewoon, want je weet maar nooit hoe het balletje rolt. Straks ben jij de nieuwe winnaar van het Eurovisie Songfestival. Leuk dat je hebt gekeken. Tot gauw. NPO Radio 2.